Er is zo ergens een fort in Wallonië waar dat de Duitsers zijn binnengevallen met parachutes. Het fort van Eben Emael. In Wallonië. Het is te zeggen op de grens met Duitsland. Dat fort, dat was oninneembaar. Er was maar één toegang. Een schacht om lucht te scheppen. Op het einde van die schacht stond er een stalen deur met een kijkgat en een mitrailleur in. Iedereen die in die schacht kwam, werd afgeschoten. Wat hebben de Duitsers gedaan? Ja, wat hebben ze gedaan? Die hebben zich daarop geoefend. En wat is er gebeurd? Een Duitse para heeft zich op ene keer van boven 2-3 meter diep laten vallen. En terzelfde tijd heeft hij geschoten door dat kijkgat in de kop van die Belgische soldaat. En dat is gelukt. En dan hebben ze daar springstoflading geplaatst. De deur is opengevlogen en ze zijn daar binnengekomen. En het fort heeft zich overgegeven. We spreken hier over 1940. Mei 1940. Wat is er 5 jaar later gebeurd? De Amerikanen hebben het toch teruggenomen. De geallieerden hebben het niet moeten overwinnen. De Duitsers, nadat hun Ardennenoffensief mislukt was, hadden de Duitsers geen troepen meer en zijn ze allemaal Wacht am Rijn gaan doen. En ze zijn das Vaterland gaan verdedigen. Is het hun gelukt? Tuurlijk niet. Ze werden langs de twee kanten in de tang genomen. Langs de ene kant door de Amerikanen. Daar is een film zo over geschreven. De brug van Remmingen, denk ik. Die broeken van Remagen. Of Remington. Als een typemachine. Ik denk het. Maar langs de andere kant kwamen de Russen. En als de Russen komen, zijn alle vrouwen in paniek. Wanneer de Russen in het land zijn. Dat is goed gevonden. Goed gewonden van de Russen. Oké, dank u wel. Volgende keer leren we uw veters knopen. Maar wat doet je met de mensen die geen benen hebben?